Dames en heren, welkom. Groot genoegen om u welkom te heten op dit alweer zesde Radboud Grand Round, waarvan u weet dat we af en toe een interne spreker hebben, een beetje om en om, en af en toe een externe. Vorige keer Gert Westert, hier nu ook weer aanwezig. Vandaag een externe spreker, die wordt normaal ingeleid door collega Jan Kremer. Jan is er vandaag niet, die moest een promotie begeleiden in Leuven. Dus ik neem het van hem over, het voorzitterschap. Melvin is er ook niet, maar de andere twee bestuursleden wel. En u bent er allemaal, waar we blij mee zijn. Dit keer gaan we spreken over beter door banken. En dat die voordracht zal gehouden worden door Michel van Schaik, die hier aanwezig is. En die al een hele track record heeft op dat gebied. Is oorspronkelijk tandarts. Heeft veel gedaan in de bankenwereld op het gebied van de gezondheidszorg. U zult zeggen, wat hebben banken met de gezondheidszorg te maken? Nou, ik hoef u niet te vertellen wat geld met de gezondheidszorg heeft te maken. En ook niet wat banken met geld hebben te maken. Dus in die zin is het een makkelijk 1-2'tje. Michel is oorspronkelijk tandarts, wat ik al zei. Heeft veel op het gebied van de gezondheidszorg gedaan. Heeft ook bij het Nederlands Huisartsgenootschap gewerkt in de Raad van Toezicht. Gastdocent geweest aan de Erasmus Universiteit. En eigenlijk een opinieleider als het gaat om marktwerking in de zorg. En hij zal ons voornamelijk bezighouden over die relatie tussen banken, zorg en geld en innovatie. En ik nodig Michel van harte uit om hier zijn voordracht te komen houden. Hartelijk dank, dames en heren. Goedemiddag allemaal. Dat ik hier in dit exclusieve gezelschap iets mag vertellen vanuit een misschien wel wat verrassende visie, namelijk de visie van een bank. Zoals Paul net al aangaf, heb ik een lange geschiedenis inmiddels al in de gezondheidszorg. Ik werk inmiddels al 15 jaar bij de Rabobank. Ik ben daar verantwoordelijk voor de gezondheidszorgfinancieringen in de grootzakelijke markt, zoals wij dat dan noemen. Dat zijn onder andere de ziekenhuizen en wij prijzen ons gelukkig dat we ook het Radboud tot een van onze grote klanten mogen rekenen. Voordat ik bij de bank kwam werken heb ik een jaar of 8 bij zorgverzekeraars gewerkt. Deed toen nog in de tijd dat de NZA het COTG heette. En we hadden toen nog centrale aanbodplanning in Nederland. De contractonderhandeling in Amsterdam en in Den Haag. Voordat ik bij die verzekeraars terecht ben gekomen heb ik 2 jaar in Amerika gestudeerd. En gewerkt aan een School of Public Health. Dat was toen ik daar begon nog niet beschikbaar in Nederland. Het was ook overigens erg interessant om daar eens een paar jaar rond te kijken. En vooral te kijken hoe je het niet zou moeten regelen. En ik heb inderdaad mijn tandheelkundediploma gehaald in 1986 aan de Universiteit van Amsterdam. En dan denken jullie misschien, wat doet in godsnaam een tandarts bij een bank? Maar als je daar een beetje over nadenkt en je laat de kerncompetenties van een tandarts een beetje de revue passeren. Je denkt vervolgens aan een bankier, dan dringen de parallellen zich natuurlijk heel snel op. He, dus sommige mensen zeggen, ja, dus gaten vullen. En anderen zeggen, ja, je gaat er nooit graag naartoe. En als je er dan geweest bent, dan kom je er altijd weg met iets waar je niet om gevraagd hebt. Nou, dat is ongeveer de kern en de rode draad van mijn carrière. Paul zei net beter door banken, maar hij vergat te melden vraagteken. Dus dat laat ik graag ook in het midden voor de discussie straks, of u daar dan na mijn verhaal ook wat in ziet of niet. Even iets over die gezondheidszorg. Als je de krantenberichten volgt, dan zou je bijna denken dat we het in Nederland wel een enorme puinhoop van gemaakt hebben als het gaat over de gezondheidszorg. Want er gaat geen dag bijna voorbij of er staat wel weer iets negatiefs over de gezondheidszorg. Of het nou gaat over de kwaliteit of over bestuurders of nou ja, noem het allemaal maar op. En onlangs werd ook de Nederlandse gezondheidszorg het Griekenland van de collectieve uitgaven genoemd. Nou, dat was ook, neem ik aan, niet bedoeld als compliment. Maar het andere beeld wat over onze gezondheidszorg bestaat, en ik denk dat dat ook een heel terecht beeld is, is dat we eigenlijk het in Nederland hartstikke goed voor elkaar hebben. Onze zorg wordt internationaal toch wel echt tot de betere zorgsystemen gerekend van de wereld. En als je het aan de Europese consument vraagt, dan heeft hij al tot 3 keer toe Nederland op nummer 1 gezet als het gaat om de beleving vanuit consument. Dus we mogen ook best een beetje trots zijn op onze gezondheidszorg. En dat wil overigens niet zeggen dat wij dan geen uitdagingen hebben, maar daar kom ik zo meteen op terug. Wat is dan het belang van een bank om zich in de gezondheidszorg te verdiepen? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. De banken in Nederland, en het zijn ook bijna alleen maar de Nederlandse banken, verschaffen voor miljarden aan euro's, zodat jullie hier op het terrein mooie panden kunnen neerzetten.
of het werkkapitaal kunnen gebruiken om de salaris op tijd te betalen. En dat zijn ook vaak hele grote leningen met lange doorlooptijden. Ik geloof dat wij als Rabobank iets van 300 miljoen euro aan kredieten hebben uitstaan op dit ziekenhuis. Dus echt wel substantieel. En dat gaat dan over looptijden van 25 tot 30 jaar. Dus wij vragen ons wel eens af van waar gaat het eigenlijk naartoe met die gezondheidszorg. Daar hebben we dus gewoon ook een zakelijk belang bij. Dus zo is het gekomen dat ik op enig moment door een oud-collega, Philip Idenburg, ben gevraagd zouden wij niet eens moeten nadenken, jullie ook vanuit de bank, over hoe die toekomst van die gezondheidszorg er eigenlijk uit komt te zien. Nou, dat was in eerste instantie een beetje een verrassende vraag. Want ik zei, ik word niet betaald om boeken te schrijven bij de Rabobank. Maar uiteindelijk hebben we dat toch gedaan. En dat is een behoorlijke pil geworden. Ik heb er hier één voor mij liggen. Die is in 2010 gepubliceerd. Hij ligt ook achter, dat als u straks daar naar wil kijken, dan met alle plezier natuurlijk. En wat wij met die toekomstscenario eigenlijk gedaan hebben, is dat wij begonnen zijn met een panel van zo'n 100 experts uit de sector. Hè. Dus dat waren medisch specialisten, huisartsen, maar ook verzekeraars, investeerders, de Nederlandse Zorgautoriteit is betrokken geweest, het RIVM, het ministerie, eigenlijk allerlei verschillende mensen die hard hebben voor de zorg en ook bereid waren om buiten de reguliere context na te denken, wat komt er nou eigenlijk op die zorg af, hebben wij 17 trends uitvoerig beschreven en ook gekwantificeerd in niet alleen maar dat er een trend is, maar dat het ook een bepaalde omvang heeft. Ik ga ze hier niet allemaal uitvoerig toelichten, maar dan zie je bijvoorbeeld dat als je kijkt naar iedereen is patiënt, dat ik in ieder geval zelf toen wel een beetje geschrokken ben van het feit dat er zo verschrikkelijk veel mensen eigenlijk al in Nederland een chronisch ziektebeeld hebben. En dat het aantal mensen wat dat de komende jaren gaat krijgen enorm snel gaat groeien. En dat dat niet alleen maar de ouderen zijn, maar dat het ook in toenemende mate jongere mensen zijn. Je zou kunnen zeggen, we staan pas aan het begin van een enorme toename in zorgvraag wat dat betreft. Maar natuurlijk ook vraagstukken over, zoals groener. Kati en ik zitten allebei tegenwoordig in het platform van MVO Nederland om het thema duurzaamheid in de gezondheidszorg op de agenda te krijgen. Het is heel opmerkelijk dat dat toch relatief weinig besproken wordt, maar dat gaat de zorg natuurlijk ook raken, vroeger of later. Power to the patient bijvoorbeeld. We zien natuurlijk dat doordat er steeds meer informatie komt, ook patiënten beter geïnformeerd raken en zeker chronische patiënten vaak heel goed geïnformeerd zijn over hun eigen ziektebeeld. Dat gaat ook de relatie tussen zorgaanbieder en zorgvrager natuurlijk beïnvloeden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus niet alleen maar naar de demografische trend en vergrijzing en technologisering, maar er zijn veel meer dingen aan de hand die allemaal op de een of andere manier invloed gaan hebben op het toekomstige zorglandschap. Nou, uiteindelijk hebben we met die deskundigen na een aantal workshops drie scenario's beschreven. Dat zijn geen voorspellingen van de toekomst, dat zijn plausibele scenario's. Die hebben we ook getoetst op plausibiliteit en verrassendheid en relevantie. En eigenlijk hebben we toen met elkaar geconstateerd dat de belangrijkste drijvers achter die scenario's uiteindelijk toch de macro-economie en de politiek zijn. De macro-economie in die zin dat als het goed gaat met Nederland, dat we ons meer kunnen permitteren om ook te blijven betalen collectief aan gezondheidszorg. Maar dat aan de andere kant, als het niet zo goed gaat met Nederland, dat je onmiddellijk een reflex ziet van kostenbesparing en bezuiniging. En dat het dan een beetje afhankelijk is van de politieke kleur van dat moment. Of er dan gekozen wordt voor een wat linksere oplossingsrichting of een wat rechtsere oplossingsrichting. We hebben de debatten allemaal weer kunnen volgen de laatste paar weken. En zo zijn we uiteindelijk met behulp van onze macro-economen gekomen op drie toekomstscenario's waarbij voor u aan uw linkerhand het breukscenario, het scenario beschrijft waarin het niet goed gaat met Nederland tot in het jaar 2025. Dat onder druk van onze macro-economie en de bezuiniging die toch dan zal moeten plaatsvinden, er tweedeling in de samenleving ontstaat. Dus dat mensen door hogere eigen bijdrages, kleiner basispakket, uiteindelijk toch te maken gaan krijgen als je weinig geld hebt, minder toegang tot zorg, versus de mensen die meer geld hebben. Voor velen hier ongetwijfeld ook in de zaal een schrikbeeld. Maar goed, desalniettemin is het zo dat ook al wil je niet dat iets gebeurt, dan wil dat nog niet zeggen dat het niet kan gebeuren. Dus dat scenario hebben we beschreven. Aan de andere kant hebben we een virusscenario beschreven. Dat staat eigenlijk in dit verband voor iets positiefs, namelijk groei. Groei in de economie en ook nog steeds groei in de gezondheidszorg.
En ook de focus op kwaliteit. We kunnen ons blijven permitteren om de focus op kwaliteit van zorg te leggen. Maar ook in dat scenario hebben we uiteindelijk moeten concluderen dat de ontwikkeling van de kosten in de gezondheidszorg harder gaan dan onze economie ook in dat scenario kan bijhouden. En we hebben dan een tussenscenario, dat heet dan het chronisch ziek scenario. En dat is een beetje het scenario dat het niet heel slecht gaat met Nederland en ook niet heel goed. Uiteindelijk politiek links en rechts elkaar in een beetje een ijzeren wurggreep houden van wel of geen marktwerking. Er worden geen knopen doorgehakt. En dan zie je de reflex dat de bezuinigingen eigenlijk bij het veld worden neergelegd. En dan krijg je weer beelden van wachtlijstproblematiek en verschraling. Nou, als je nu kijkt naar waar staan we nu in 2012, dan moet je eigenlijk vaststellen, want deze scenario's hebben we in 2009 ontwikkeld en 2010 gepubliceerd, dat eigenlijk de economische groei nog steeds er niet is. En we zitten een beetje rond de nullijn, maar dat tegelijkertijd eigenlijk de kostenontwikkeling van de gezondheidszorg nog harder gaat dan in ons meest gunstige scenario. Dus je zou kunnen zeggen, de sense of urgency, hoe dat zich ontwikkelt, is eigenlijk alleen maar toegenomen. En we weten allemaal inmiddels wel, denk ik, aan alle staatjes die we langs hebben zien komen, dat als we maar zo door blijven gaan, dan wordt de gezondheidszorg steeds meer een koekoeksjong, wat eigenlijk de andere collectieve uitgaven gaat verdringen. En heeft het CPB in 2011 voorspeld dat in een van hun scenario's, en die gaan dan nog verder naar 2040, een modaal inkomen, twee verdieners, zo'n 50% van hun, een kleine 50% van hun bruto inkomen aan zorg zouden moeten gaan besteden. Dat is natuurlijk een duizelingwekkend getal. Maar velen weten niet dat dat inmiddels in 2010 al bijna een kwart van hun bruto inkomen was. En dat betekent dus dat we dan minder te besteden hebben aan onderwijs of defensie, et cetera. Dus dat is, uiteindelijk kun je zeggen, die zorg is hartstikke belangrijk, doen we goede dingen mee, is ook zo. Maar uiteindelijk betalen we daar dan natuurlijk ook een prijs voor, doordat we andere dingen dan niet of minder kunnen doen. Nou, de conclusies die wij in dat boek hebben getrokken zijn dat we dus eigenlijk te maken hebben met een systeem wat weliswaar op dit moment kwalitatief zeer goed is, zeer toegankelijk is, maar in ieder geval in termen van kosten niet duurzaam. We kunnen dit op langere termijn niet volhouden. Zeker als je kijkt naar de vraag aan zorg die er nog op ons af gaat komen, met name op het gebied van chronische ziektes, dan zijn we eigenlijk, denk ik, onvoldoende voorbereid op die enorme toename aan vraag. Dus de vraag is dan niet of er wordt ingegrepen, maar de vraag is wie gaat dat dan uiteindelijk doen? Gaat de politiek dat doen, die daar erg huiverig voor is, omdat men bang is dat als je te hard van stapel loopt, dat dat even erg veel kiezers kost? Of is dat een andere partij? Zijn het de verzekeraars of zijn het de burgers of misschien u wel als aanbieder? En onze visie is dat de vraag dan ook is dat alle actoren in het zorgveld, of je nou medisch specialist, huisarts, bestuurder, maar ook zorgverzekeraar en ook banken een rol speelt in dat zorgveld, dan moet je dus ook bereid zijn met het lange termijn doel voor ogen over je eigen schaduw heen te stappen en misschien ook zelfs wel zakelijke belangen naast je neer te leggen, die er natuurlijk groot, ook in grote mate zijn, om uiteindelijk toe te werken met elkaar naar een systeem wat uiteindelijk wel duurzaam is, waarbij wij niet zozeer langs de lijnen denken van dat moet via de weg van de marktwerking of juist niet via de marktwerking, waarbij wij erg geloven in de weg van het ondernemerschap en de innovatiekracht die volgens ons in hoge mate aanwezig is in deze sector, maar die ook door de verstarrende werking van de toch nog steeds strakke regelgeving soms wel wordt belemmerd. En dat is eigenlijk de lijn die wij erg voorstaan. Dat even in korte lijnen over die toekomstscenario's. Ik zal er zo meteen aan het eind van mijn verhaal nog iets over zeggen. Het doel van dat boek was dus niet alleen maar een boek publiceren, maar vooral ook met de uitkomsten het debat aangaan, dialoog met onze klanten, maar ook met andere stakeholders in de samenleving. En Kati heeft er een paar keer al eerder bij gezeten. Ik moet zeggen, er is ontzettend veel behoefte aan die dialoog. Juist ook op lokaal niveau, omdat mensen gewoon niet goed kunnen overzien wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in die sector. En ook vaak de feiten niet goed kennen. Dan even dat bankaire perspectief, want daar sta ik hier natuurlijk ook voor. Als verantwoordelijke voor de dienstverlening aan grote zorginstellingen. Ja, uiteindelijk is toch het doel waarop wij dan op aarde zijn om de schaarse middelen, want dat is inmiddels toch wel het geval, het schaars kapitaal op een zodanige wijze te allokeren over bedrijven, ondernemingen en ook zorgaanbieders, dat dat bijdraagt aan een duurzame samenleving, omdat dat uiteindelijk ook ons eigen belang
het beste dient. En dat betekent dat je dus ook een lange termijn visie en betrokkenheid moet willen en kunnen hebben. Nou, even kort van waar komen we nu eigenlijk vandaan? Want misschien denkt u wel eens van er verandert maar niks in die sector, maar dat is niet zo. Want er is, als je er over wat langere termijn naar kijkt, wel degelijk al heel veel veranderd. Dit is eigenlijk waar wij vandaan komen. Dat was eigenlijk de tijd van de centrale planeconomie. Dat eigenlijk alles nog vanuit Den Haag en Utrecht werd geregeld. Als het ging over de planning van faciliteiten en voorzieningen en ziekenhuizen, et cetera. En ook de prijzing daarvan. En dat was voor de banken eigenlijk een heel risicoloos overzichtelijk speelveld. Want nou ja, je had volgens de wet erkende en zeg maar met een vergunning voorziene zorgaanbieders. En op het moment dat die wilden investeren, moesten ze eerst een vergunning gaan halen bij de overheid. Als die vergunning er dan eenmaal was, dan kwamen ze met die vergunning bij de banken. En dan wisten wij, nou, de rente en de aflossing van die investering is netjes afgedekt door de regelgeving. Dus wij hoefden verder weinig vragen te stellen en konden het geld beschikbaar stellen. En zeker ook omdat er geen vrije toetreding was. Dus je zag eigenlijk dat de mensen geneigd waren om naar het ziekenhuis of de zorgaanbieder te gaan die nou eenmaal het dichtst erbij was en het makkelijkst voorhanden. En ik heb dat wel eens, of dat is niet vanuit mijn eigen koker, maar dat werd wel eens centrale aanbodregulering Moskou aan zee genoemd. Verwijzend naar de centrale planeconomie uit de oude Sovjet-tijd. Nou, nu zou je kunnen zeggen, zijn we alweer een aantal jaren verder, want dit is in 2005 eigenlijk op de helling gegaan met de brief van minister Hogevorst. Die zei, we gaan dat loslaten, dat budgetsysteem, we gaan naar prestatiebekostiging, de ongetwijfeld in dit huis ook zeer geliefde DBC's en DOTS-systematiek. En je zou kunnen zeggen, dat heeft ook de bank in een andere positie gebracht, want ja, nu hadden wij plotseling niet meer de zekerheid vanuit de regelgeving dat het altijd goed zou komen met het geld, dus wij zijn toen om business cases gaan vragen. En dat is eigenlijk niet veel anders dan een onderbouwing van de kant van de zorgaanbieder om aan ons duidelijk te maken dat als wij zoveel geld uitlenen over zo'n lange periode, dat dat geld ook op termijn weer netjes terugbetaald kan worden. Nou, voor de sector was dat een behoorlijke nieuwe ontwikkeling. Veel instellingen hebben daar ook erg mee geworsteld, maar inmiddels is het eigenlijk een ingeburgerd begrip. Nou, waar kijken wij dan als bank naar? Dat is dan natuurlijk van, wat is dan de positie van zo'n zorginstelling in zijn regio? Nou, academische ziekenhuizen zitten natuurlijk aan de bovenkant van de verwijzingsspiraal. Dus van nature hebben jullie al een hele sterke positie, omdat jullie toch een beetje het instituut zijn waar mensen die echt hele ingewikkelde dingen hebben, uiteindelijk terechtkomen. Maar er zijn natuurlijk heel veel instellingen die dat niet hebben en waarvan je best kunt afvragen, hebben die met dit profiel op de langere termijn eigenlijk nog wel toegevoegde waarde in het systeem? Nou, waar we ook sterk naar kijken is van wat is dan het commitment van de instelling ten aanzien van het business case? Hè? Want je ziet dat in een normale bedrijfstak heb je nog aandeelhouders, die zitten er met eigen geld in. Maar zorginstellingen die worden natuurlijk ook gekenmerkt doordat het stichtingen zijn die zeg maar een beperkt eigen vermogen hebben. En voor de rest is zo'n instelling eigenlijk van niemand. En wat wij natuurlijk erg belangrijk vinden is als zo'n instelling bij ons komt met een business case, dat er ook commitment is, niet alleen maar van de bestuurders, maar ook van de verantwoordelijke artsen of de plannen die dan voorgelegd worden ook daadwerkelijk breed gedragen worden. En ook in toenemende mate spelen de zorgverzekeraars daar een rol in. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over de concentratie van de eerste hulpfunctie. Ja, wij willen natuurlijk niet een ziekenhuis wat vandaag bij ons komt met de vraag, willen jullie ons een financiering geven voor een nieuwe eerste hulpfunctie? Vervolgens financieren en er daarna achterkomen dat de verzekeraar denkt, ja, maar dit ziekenhuis wil ik eigenlijk helemaal niet contracteren voor die functie. Dus je ziet dat ook daar steeds meer gevraagd wordt van, verzekeraar, spreek je ook maar eens uit. En niet voor 1 jaar, maar dan ook liever voor meer jaren. En voor de rest kijken we natuurlijk, zoals dat nou eenmaal ook bij de bank hoort, natuurlijk of jullie financieel gezond zijn. Dus of jullie sluitende expectatie, of jullie vermogenspositie op orde is en wat vooral je toekomstige kaststromen zijn. Nou, dat was in 2005, dus nog voor de kredietcrisis. Iedereen nam daar kennis van en ging vervolgens over tot de orde van de dag. Ook de banken hebben dat toen wel, denk ik, voor een belangrijk deel gedaan. En inmiddels zijn er toen in de loop der jaren een aantal effecten opgetreden. Ik ga ze niet allemaal uitvoerig behandelen. Maar je ziet dat er een begin is gemaakt met de invoering van die vrije onderhandeling in het B-segment. Je ziet dat er wel zeg maar bepaalde discussies op gang zijn gekomen, maar nog steeds een beetje boven de markt hangen. Welke kant gaat dat nou op? Denk aan bijvoorbeeld uit de discussie over uitkeerbare winst. Wordt dat nou wel of niet wettelijk zeg maar mogelijk gemaakt?
Er is nog steeds enorm veel behoefte aan kapitaal binnen de zorgsector, want die sector groeit maar door. En naast nieuwbouwplannen moeten er ook vervangingsinvesteringen plaatsvinden. Denk ook aan de discussie van werkkapitaal in de relatie met de bevoorschotting van zorgverzekeraars. Maar toen vervolgens kwam die kredietcrisis en kregen de banken plotseling te maken met een enorme omwenteling binnen het banksysteem, waar we vandaag de dag nog steeds mee bezig zijn. En nou ja, om dat hele complexe verhaal terug te brengen tot de essentie, heeft dat ertoe geleid dat daar waar overvloed aan kapitaal aanwezig was voor de kredietcrisis, plotseling door de nieuwe kapitaaleisen bij de banken een grote schaarste is ontstaan, omdat de kapitaaleisen die de toezichthouders stellen veel hoger zijn geworden. Dus dat betekent dat het lenen en uitlenen van geld aan bedrijven, maar ook aan zorginstellingen, wordt veel kritischer beoordeeld. En dat betekent dat het ook gewoon moeilijker is geworden voor zorginstellingen om hun plannen nog gefinancierd te krijgen. Dus zeggen wij, als je kijkt naar hoe de markt er nu voor staat, dat plotseling de situatie eigenlijk helemaal gekanteld is van een situatie dat zorginstellingen in een zetel zaten om geld van banken te krijgen op het moment dat ze met plannen bij de banken kwamen. Omdat er nou eenmaal geld in overvloed was en ook voldoende banken die het wilden aanbieden. En nu zitten we eigenlijk zeg maar een aantal jaren later in de situatie dat er maar een paar banken zijn die kapitaal aanbieden voor zorgbedrijven. En zou je kunnen zeggen, bij de hele grote financieringen gaan die banken dan ook nog eens bij elkaar zitten in de vorm van een consortium. En als je dan, zoals jullie bijvoorbeeld, voor grote bedragen in de markt komen, dan kun je nog kiezen uit één aanbieding. Dus dat is op zich geen gezonde situatie. Dus wij zijn ook eigenlijk wel voorstander van het feit dat er een bredere fundingbasis moet komen voor de zorgsector om gewoon niet vast te gaan lopen in de toekomst als het gaat om toegang tot de geld- en de kapitaalmarkten. Nou, hoe zou dat dan kunnen? Dan kun je denken aan kapitaalmarktoplossingen. Dat is allemaal wat technisch, maar vroeger werden er wel eens obligatieleningen uitgeschreven op zorginstellingen, zodat niet de banken al die leningen op eigen balans hoefden te nemen. Ik verwacht dat dat ook in de toekomst weer gaat gebeuren en dat de academische ziekenhuizen wellicht de meest voor de hand liggende partijen zijn, dat buitenlandse beleggers wellicht zeggen, nou, dat risico zien wij wel zitten. Maar je zou ook kunnen denken, en dat gebeurt natuurlijk ook al, aan andere investeerders of ondernemers die we ook al in de markt zien. Denk aan de nieuwe toetreders, de zelfstandige behandelcentra, daar zitten vaak investeerders achter. Maar dat zijn ook vaak dokters die zelf initiatief nemen en ook voor een deel financieel hun nek daarvoor uitsteken. Dus daar zijn allerlei verschillende varianten op en wij zien het eigenlijk als iets wat niet een politieke keuze is van moeten we dat nou wel of niet toestaan, hè, risicodragend kapitaal. Wij denken dat het echt niet anders kan, wil je niet vast gaan lopen in de toegang tot kapitaal. En dan is meer de vraag van welke vormen zie je dan voor je. En daarbij is overigens absoluut niet mijn boodschap dat ik er dus voor ben dat alle ziekenhuizen in Nederland binnen de kortste termijn allemaal aan de Amsterdamse beurs staan genoteerd. Want dat is niet per se de directe consequentie of conclusie die je eraan moet verbinden. Maar op dit moment zie je dat het balans in de toegang tot kapitaal is wel verstoord. Nou, wat wij nu doen als bank, en dat is iets wat ook work in progress is dat wij steeds verder gaan bij het beoordelen van die business case. En daar waar we vroeger vaak op institutioneel niveau keken naar een ziekenhuis, zeggen we nee, we willen zicht krijgen op die zorgstromen. Want een ziekenhuis heeft vaak een brede portfolio met allerlei verschillende diensten die worden aangeboden. En eigenlijk wil dat niet zeggen dat een ziekenhuis op elk van die verschillende diensten ook per se een hele goede toekomstperspectief heeft. Dus wij gaan steeds meer de diepte in om, ja, in overleg met ziekenhuizen te vragen van hoe zit het eigenlijk met jullie acute zorgfunctie? Hoe zit het met jullie chronische zorg? Is dat eigenlijk wel logisch dat een academische ziekenhuizen zich ook daar heel nadrukkelijk in manifesteren? Allemaal niet per definitie uitgesloten, maar wel vragen die steeds relevanter worden en ook zeg maar de inhoudelijke discussie tussen ziekenhuizen en zorgaanbieders en de banken eigenlijk steeds meer in de richting brengt van wat normaal is in het bedrijfsleven. Wij gaan absoluut niet op de stoel van de bestuurder zitten. Dus uiteindelijk toetsen wij de business cases die bij ons worden voorgelegd op plausibiliteit en realiteitsgehalte. Maar wij zullen nooit zeggen van nou, jullie moeten maar stoppen met de oncologie of iets dergelijks. Dat is niet onze taak. Nou, wat nu eigenlijk een beetje in de markt gebeurt, en dat zien jullie wellicht zelf ook wel, is dat we zien dat daar waar je dat er echt strategische keuzes gemaakt moeten worden, dat zorginstellingen steeds meer de vraag ook krijgen, ja, waar gaan jullie nou echt op excelleren? Dat geldt eigenlijk door alle instellingen heen, dus ook voor academische ziekenhuizen. En ja, wij zien eigenlijk een beetje een situatie dat wij denken dat daar waar je tot nu toe ziet dat het vaak hele grote instituten zijn die eigenlijk alles doen voor iedereen, om het maar even zo te zeggen, dat er steeds meer een tendens komt naar netwerkvorming met partijen die soms van buiten komen.
In het primaire proces zie je dus allerlei nieuwe toetreders op de markt komen, zoals Bergman Clinics of Oogziekenhuis, Zonnestraal, Maurits Klinieken. Die beginnen natuurlijk allemaal met eenvoudige zorg, maar inmiddels gaan die ook al in de richting van meer topreferenten of in ieder geval opleidingsfuncties. Dus die stoppen niet bij de eenvoudige ingrepen. En aan het ondersteunende proces zien we steeds meer partijen uit het bedrijfsleven die ook entree zoeken om op de een of andere manier waarde te gaan toevoegen naar zorgbedrijven die misschien op onderdelen eigenlijk niet echt bezig zijn met een core business. Denk aan ondersteunende faciliteiten zoals de keuken of de schoonmaakdiensten of noem het allemaal maar op, of de beeldvormende apparatuur. Steeds meer partijen die ook lange termijn risicodragend willen meedoen. Nou, wat betekent dit volgens ons nou voor het UMC? Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor het UMC. Dat de resultaten uit het verleden, om maar eens een oude term te gebruiken, geen garanties bieden voor de toekomst. Dus wij denken dat de sector echt aan het begin staat van een hele ingrijpende transitie. Dat er echt een noodzaak is om heel fundamenteel na te denken over de strategie van het ziekenhuis. Dat je daar ook keuzes in moet willen en durven maken. Want je kan uiteindelijk niet alles goed doen voor iedereen. Dat wij denken dat daar vooral de focus zou moeten liggen op innovatie, wat uiteindelijk moet bijdragen aan klantwaarde. En klantwaarde is niet alleen maar hele goede zorg, maar dat moet uiteindelijk ook betaalbare zorg zijn. En de ervaring leert dat vaak goede zorg ook goedkoper is. Dat zien we steeds meer uit wetenschappelijk onderzoek. Dat uiteraard je moet zorgen dat in die transitie je financiële situatie wel gezond houdt. Hè, want anders krijg je op een gegeven moment onderweg toch problemen om kapitaal aan te trekken. Dus dat is een balans die je moet vinden. Dus aan de ene kant bezuinigingsmaatregelen om de zaak gezond te houden. Aan de andere kant wel degelijk investeren in innovatie. Wat ik zelf heel belangrijk vind is wat ik dan maar noem klinisch leiderschap. Hè, de clinical leadership. Wat ik erg mis in de debatten vaak is de visie van zeg maar gezaghebbende dokters rondom bepaalde thema's. Het gaat vaak tussen politici en bestuurders en zorgverzekeraars. Maar ik mis dan heel vaak ook een beetje de lange termijnvisie van gezaghebbende dokters. Dat zou denk ik, want die hebben wel nog voor een belangrijk deel, denk ik, het vertrouwen van de samenleving. Meer dan banken of verzekeraars, noem het al, en politici, denk ik. Gebruik dat. Flexibiliseer je organisatie. Dus zo'n lening voor zo'n groot gebouw is wel mooi, maar je zit wel 30 jaar vast aan een bepaalde kapitaallast. En probeer ook daar flexibel te zijn in de vorm van de gebouwen en de apparaten. En als het niet noodzakelijk is, probeer dat dan niet allemaal op je eigen balans te nemen. En ik denk dat het een enorm perspectiefrijke transitie is vanuit het perspectief van de zorg. Want er zijn maar weinig sectoren die eigenlijk nu al weten dat er zo'n ongelooflijke langdurige groei voor ze in het verschiet ligt. Maar je moet dus wel durven veranderen. En dat betekent dat je ook pijnlijke discussies niet uit de weg kunt en moet gaan. Want laten we eerlijk zijn, er zitten ook heel veel gevestigde belangen in dit zorgsysteem, waarbij personen of instanties er niet onmiddellijk een belang in zien of eraan mee willen werken om voor een deel zichzelf op te heffen. Dus dat is best een ingewikkelde situatie, maar u heeft een beetje begrepen dat wij ook als bank graag willen meehelpen om het in de goede richting te duwen. Dus eigenlijk is de conclusie, zoals ik die in ieder geval hier vanmiddag wil neerleggen, dat we eigenlijk bezig zijn om te transformeren van een stelsel waarin het heel erg ging over verdeling van schaarste, van kosten beheren, van budgetten, in een richting van een omgeving van innoveren en investeren. Dat lijkt mij een veel wenkender perspectief. En daar ligt ook, denk ik, onwijs veel kansen voor de sector, en zeker in zo'n kennisinstituut als het Radboud. En het leidmotief moet daar toch wel in zijn kwaliteit. Hè. Uiteindelijk moet de patiënt er beter voor worden. En als je dat ook daadwerkelijk kunt aantonen door dat objectiveerbaar te maken, dus dat die patiënt er beter van wordt, maar dat het ook daarmee nog betaalbaarder en daarmee ook voor de lange termijn toegankelijk blijft, dan heb je een ongelooflijk sterke business case in mijn ogen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat dat iets vraagt, niet alleen maar van het bestuur, maar eigenlijk ook van iedereen in dit huis. En dat noem ik dan maar eventjes ondernemerschap. Intern ondernemerschap. En wij zien eigenlijk voor onszelf daarin een zakelijke, zeker een zakelijke, maar ook een maatschappelijke opgave om in die transitie onze rol te spelen. Niet door op de stoel van de bestuurders te gaan zitten, maar wel om in de allocatie van die schaarse middelen de goede keuzes te maken en vooral die bedrijven en aanbieders te ondersteunen die ook daadwerkelijk waarde toevoegen aan ons zorgstelsel. En dat belang dat gaat boven de zorg uit, want uiteindelijk is een goede gezondheidszorg een hele essentiële pijler onder een gezonde economie. En uiteindelijk zijn wij weer een reflectie van die economie. Dus zo is die cirkel uiteindelijk weer rond.
En daar hebben wij ook nog ontzettend veel in te leren. Dus wij staan voor vergelijkbare uitdagingen, denk ik, als de zorgsector. Maar ik geloof erg dat als je daarin in ieder geval wel investeert in kennis en de dialoog durft aan te gaan, dat daar erg veel te halen is. Nou, wat doen wij daar dan aan? Wij hebben inderdaad dat boek dan in 2010 gepubliceerd, eigenlijk niet vermoedende dat er zoveel reacties op zouden komen. Inmiddels zijn we al bezig aan ons derde project. In het voorjaar is een boek verschenen rondom de diabeteszorg. Daar is ongetwijfeld ook vanuit het UMC Radboud aan meegewerkt, vanuit experts. En we zijn nu begonnen met een project, dat noemen we diagnose technologie. En nou hebben wij als Rabobank natuurlijk weinig kennis van medische technologie, maar we hebben ons omringd met een aantal hele grote spelers, waaronder Philips en Achmea en KPN en Glaxo. En wij gaan nu met deze partijen en het zorgveld de discussie en de uitdaging aan om voor een aantal grote ziektebeelden, waaronder bijvoorbeeld COPD, astma, maar ook ouderdomsziekte, kanker en cardiovasculaire aandoeningen, om eigenlijk beelden te creëren van hoe patiënten met deze ziektebeelden in de toekomst hun zorg zouden kunnen krijgen, met inachtneming van wat er allemaal technologisch nu al kan en wat er in de toekomst allemaal nog op ons af gaat komen. En dan is mijn verwachting dat dat een totaal ander beeld gaat opleveren dan wat we nu gewend zijn. En ook daarin moet ik jullie ook complimenteren dat er ook binnen dit huis al mensen zijn die ook in die richting voortrekkers zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Jan Kramer en Bas Bloem, die inderdaad al bezig zijn een aantal jaren om die zorg niet op afstand te houden, maar zo dicht mogelijk bij die patiënt te brengen via gebruikmaking van technologische ondersteuning. Dat is eigenlijk het verhaal waar ik het bij wil laten. Goed, dan hartelijk dank voor jullie aandacht. Glashelder verhaal. Ook een verhaal wat denk ik heel erg goed aansluit bij de andere vijf grand rounds die we hebben gehad. Waarbij we natuurlijk toch erg op innovatie hebben ingestoken afgelopen tijd. Maar het is natuurlijk sterk om het ook vanuit een extern iemand met veel verstand van financiën en geldstromen te horen. Dus dat zal zeker vragen oproepen. Wie kan ik als eerste? Ik ben Rutger-Jan van der Graag. Ik ben hier hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar mijn interesse gaat naar mijn volgende functie, dan word ik voorzitter van de KNMG. En u heeft het over klinisch leiderschap, dat daagt ons erg uit. Mijn zorg is een beetje dat als je kijkt naar klinisch leiderschap en richtlijnen, dat er dan altijd mammoeten gemaakt worden. Dat de klinisch leiders niet denken van wat is onder de omstandigheden het meest passende. Maar dan worden richtlijnen zodanig dat ze ook volstrekt onuitvoerbaar en onbetaalbaar worden. Dus wat is uw uitdaging naar ons om ervoor te zorgen dat klinisch leiderschap ook een effectief leiderschap zal zijn? Dat je daarmee eigenlijk moet beginnen door los te komen van inderdaad de huidige paradigma's. Dus dat is een beetje ook, denk ik, een van de dingen die ons goed bevallen is in het maken van die toekomstscenario's. Dat we met z'n allen, dat geldt niet alleen voor zorgaanbieders of dokters, maar dat geldt ook voor banken net zo goed. Dat je allemaal erg vastzit in de structuren zoals we die in de loop der jaren hebben opgebouwd en waar we eigenlijk allemaal heel erg vertrouwd mee zijn geraakt. En dat wat ik hier met name ook bedoel, is dat je ook als klinisch leider moet durven dromen over hoe zou nou de optimale wereld voor de, noem het maar op, geneeskunde eruit kunnen of moeten zien. Waarbij je even vergeet hoe het nu is. Dus stel dat je het even opnieuw zou mogen inrichten en daarmee eigenlijk een stip op de horizon plaatsend, waarmee we met z'n allen ook een beetje weten waar we naartoe werken. Want dat is natuurlijk een van de dingen waar we erg mee worstelen. Er is heel weinig, ook als je naar de politieke partijprogramma's kijkt, er is heel weinig perspectief van waar werken we nou eigenlijk met z'n allen naartoe. De vorige eeuw was de eeuw van de dokter. Ja. Nu is de eeuw van de patiënt. Ik denk dat we hier vanuit het Radboud ook die stap heel erg sterk maken. Dus dan zou je verwachten dat het gaat om koppelschappen en niet klinisch leiderschap. Want u geeft ook aan van de patiënt is veel beter geïnformeerd. Ja. En die moet natuurlijk ook gaan kijken van waar liggen mijn behoeftes en ik denk dat daar toch een dialoog zou moeten ontstaan en niet alleen maar vanuit het klinisch denken. Nee, daar ben ik het absoluut mee eens hoor. Dus in die zin denk ik dat je het stuk de verleiding die er vaak is, dat het heel erg vanuit de inhoudelijke discipline wordt benaderd. Maar ook de methode die wij hanteren bij die toekomstscenario's is juist een multidisciplinaire insteek, waarbij natuurlijk inhoudelijke mensen ons moeten behoeden voor, laten we maar zeggen, flaters op het gebied van dat we echt dingen volstrekt niet goed hebben begrepen. Maar dat de toegevoegde waarde van die discussies vooral zit in het
aangaan van de dialoog tussen de dokters, maar ook vertegenwoordigers vanuit de patiëntenkringen, et cetera. Op het moment dat je die coalities kunt bouwen, en daar zijn steeds meer voorbeelden van, hè, dus dat je niet alleen maar als medisch professional, maar ook met steun vanuit de patiënten en de consumenten, en daar moet je ook weer een zekere balans in zien te vinden, want anders krijg je dat iedere ziektebeeld zijn eigen belang voorop gaat stellen. Daar zit natuurlijk een ontzettende sterke business case. En ik denk ook dat als je daar, zeg maar, die coalities kunt bouwen, en dat moet je vooral ook proberen lokaal en niet alleen maar vanuit een top-down benadering te doen, dan verwacht ik dat uiteindelijk als die goede oplossingen er gaan komen, ook uiteindelijk die regelgeving mee moet gaan bewegen. En dat is eigenlijk natuurlijk zoals het meestal gaat, hè? En nu zitten we toch een beetje vanuit de reflex van de centrale aanbodregulering misschien vaak te veel naar Den Haag te kijken van ja, maar jullie moeten met de oplossing komen en die gaat er dus niet komen. Dus het moet echt van onderaf komen. Ik vraag me nou af, als jullie in zo'n consortium of in jullie eigen boardroom over ons praten, waar baseer je dan op? Hoe zijn dat meer feiten of de feelings, reputatiemanagement? Wat heb je nodig aan harde dingen en wat geeft dan de doorslag? Zijn dat de harde cijfers? Of toch ook van hoe je ons kent uit de krant of persoonlijk? Ik ben ontzettend benieuwd naar. Nou, het eerlijke antwoord, hè, dan moet je altijd zo moet je altijd beginnen, geloof ik, is dat ik denk dat we daar nog erg in tekort schieten. Hè, dus dat wij geneigd zijn ten eerste om nog een beetje te redeneren vanuit het verleden van nou, een ziekenhuisfinanciering, dat is niet zo risicovol als een bedrijfsfinanciering. Hè, dus dat is een beetje, nou ja, de eerste reflex. Je ziet dat dan vaak de discussie gaat ontstaan als er ergens iets in het land gebeurt dat iedereen schrikt en zegt van ja, maar kan ons dat dan ook gebeuren met onze relaties? Hè, dus... Wij zijn inmiddels daar wel in opgeschoven, wat ik net al liet zien, dat we nu om business cases kunnen vragen. Hè. Dus dat betekent voor ons ook in de gesprekken met ziekenhuizen zoals jullie of andere zorginstellingen, ja, een dialoog voeren van is datgene wat jullie dan willen gaan doen, is dat ook allemaal zo verstandig en kunnen jullie dat uitleggen? En wat ik net liet zien is eigenlijk zeg maar business case 2.0, dat wij nu weer een stap verder gaan. Dat neigt natuurlijk naar een spreadsheet terrorisme, hè? Dus dat als je de business case maar rond kan rekenen, dat dat dan uiteindelijk wel leidt tot een financiering. Maar wat we natuurlijk juist proberen te doen, is ook een beeld te creëren van al die, laten we maar zeggen, niet harde elementen. En ik ben eerlijk gezegd zelf van mening dat wij te veel, niet alleen in de gezondheidszorg als banken, geneigd zijn naar die cijfers te kijken en te weinig ons gezonde boerenverstand gebruiken. Zeggen, ja jongens, is dit nou eigenlijk allemaal nog wel zo logisch? Dus die slag zijn wij ook aan het maken, dus dat is niet zo dat wij het allemaal al weten of zoiets dergelijks. Ja, en dan is het uiteindelijk toch het ken je klantprincipe. Ik zou bijna zeggen het bankieren van misschien wel een eeuw geleden, van ken je je klant? Heb je een goed gevoel dat hetgene wat hij vertelt ook in overeenstemming is met de feiten die dan worden opgeleverd via begrotingen of jaarrekeningen, et cetera? En kun je voldoende, laat maar zeggen, daarop het vertrouwen baseren dat deze instelling ook op termijn zijn leningen gaat waarmaken. En dat kunnen we natuurlijk niet alleen maar op een persoon doen, hè, want zo is het dan ook weer. Want ja, wij moeten dus in feite, of we moeten, dat klinkt zo dramatisch, maar wij gaan dus vaak contracten aan van hele lange looptijd. En dat betekent dat er dus van alles kan gebeuren. Maar het comfort wat wij dan in de zorgsector meer dan in andere sectoren hebben, is het feit dat we weten dat de vraag naar zorg alleen maar gaat toenemen. Maar dat wil niet zeggen dat de zorgaanbieder waar we dan mee praten ook degene is die dat gaat leveren. Want wij zien wel degelijk nu beweging op gang komen waar nieuwe toetreders, hele plukken zorg, soms ook bij ziekenhuizen, bezig zijn weg te kapen. Hè. Dus dat, en dan denk ik, van je moet dus eigenlijk die slag voor zijn, ook jullie als ziekenhuis, door coalities te bouwen. En misschien wel joint ventures aan te gaan, of noem het allemaal maar op. Netwerken. Ja. Netwerken, ja. En hebben jullie nou als bank ook dat je op dat gebied profileert? Hè, dat Rabobank dat meer doet dan andere banken? Bijvoorbeeld een focus op zorginstellingen? Ik vind dat in de gezondheidszorg moeten we niet zo bang zijn om te zeggen, wij moeten ook gewoon een rendement gaan draaien. Want als je risico loopt, wat wij ook doen en wat jullie ook in toenemende mate doen, moet je ook een rendement willen maken om een vergoeding te krijgen voor je risico. En wij hebben dan de tucht van de markt inderdaad, dat wij moeten concurreren met die andere banken. En een van de manieren waarop wij dat doen is door te investeren in kennis. Dat vergroot je zichtbaarheid in de markt. Dus het feit dat ik hier nu sta en niet iemand van de andere banken, dat helpt, zeg ik dan maar, hoop ik tenminste. En het, hopelijk is die kennis ook een bijdrage aan je risicomanagement, dat je beter snapt wat er omgaat in zo'n bedrijf. En daardoor is de kans dat je uiteindelijk zaken gaat doen
ook groter. En nogmaals, dit is een sector waar je niet wil dat opportunisme gaat domineren. Dus dat zien we helaas ook. Dus dat de partijen zeggen die in die transitie denken, nou, we kunnen nu heel veel verdienen op een bepaalde ingreep, dus laten we even snel een ZBC'tje oprichten en dan gaan we maximaal geld verdienen. En dan die proberen wij te weren uit onze portefeuille. Ook al zien de cijfers er geweldig uit. Als die geen waarde toevoegen op lange termijn, dan willen we ze niet in het boek hebben. Ach, ik ben Dinette van der Graaf, hoogleraar medische oncologie en hoofd van de afdeling. En dat is een nogal complexe afdeling. Alleen als ik uw verhaal hoor, denk ik, u heeft het nog te maken met veel meer complexiteit. En ik zou graag eens uw mening willen weten hoe u aankijkt tegen netwerken. Als je weet dat netwerken gemaakt worden eigenlijk niet alleen door dokters, maar ook door patiënten. En die patiënten die hebben niet noodzakelijkerwijs hetzelfde netwerk gedachten als de dokters. Hoe vindt u dat u in die complexiteit van volumenormen en kennisnetwerken en kwaliteit kunt opereren als bank? Wie vindt u dan uw partner? Gaat u dan alleen praten met de dokters van zo'n zorginstelling? Of denkt u van wij moeten met de patiëntenvereniging aan tafel gaan zitten? Op het moment dat wij met het Radboud ziekenhuis een contract aangaan, dan praten we met het bestuur als vertegenwoordiger van het ziekenhuis. Wat wij al wel doen is dat, jullie hebben natuurlijk een situatie dat de dokters in loondienst zijn. Dus dat is alweer anders dan bijvoorbeeld ziekenhuizen met vrijgevestigde dokters. Daar gaan we ook de discussie aan met de medische staf. En we willen van hen echt ook in toenemende mate commitment en zeker ook naar de toekomst toe financiële commitments, dat het niet zo kan zijn dat wij net een nieuw ziekenhuis hebben gefinancierd en dokters zeggen, ja, het komt mij nu beter uit om aan de overkant van de straat mijn eigen ZBC op te gaan richten, waardoor we eigenlijk voor leegstand aan het bouwen zijn, om het maar even te chargeren. Maar wat wij ook belangrijk vinden is inderdaad de zorgverzekeraar als, de eigenlijk bij wet geregelde vertegenwoordiger van de belangen van hun verzekerden. Velen zien dat nog niet, maar dat is in feite wel wat hun rol moet zijn. En naarmate je dus beter kunt onderbouwen als aanbieder, dat je ook het commitment hebt en de ondersteuning hebt van de patiënt of de samenleving, hoe dat dan ook is ingevuld, maakt dat het verhaal sterker. Er is nu een initiatief dat, ik weet niet of ik jullie daarmee een gevoelig punt raak, maar dat gaat dan over de kinderoncologie. Er zijn een paar kinderoncologen die zijn begonnen vanuit, denk ik, een inhoudelijke drive om een nieuw kinderoncologisch centrum op te richten. Die hebben daar de steun van de Vereniging van Ouders voor Kinderen met Kanker. En die gaan eigenlijk vanuit hun overtuiging, en nogmaals, ik kan het alleen maar oppervlakkig beoordelen, gaan die dus nu proberen om een nieuwe instelling voor de kinderoncologie. Nou, dat geeft natuurlijk wel discussie van, ja, moet dat dan eigenlijk wel? Want dat heeft ook impact op dit ziekenhuis, neem ik aan. Maar wij zien dat dit wel een beweging is die waarschijnlijk op meer terreinen gaat plaatsvinden. En uiteindelijk zal voor ons dus heel bepalend zijn of zo'n initiatief ook daadwerkelijk hard commitment heeft, niet alleen van de initiatiefnemers zelf, maar ook dat daar voldoende steun is vanuit de verzekeraars en ook vanuit de patiëntenbeweging. En dus in die zin, ja, kijken we daar wel naar. Maar we gaan niet natuurlijk een financiering baseren omdat we contact hebben met de patiëntenvereniging. Dat zou te ver gaan. Okay. Je begon je verhaal met die scenario's en daar liet je een beetje een doorkijkje zien naar 2040. En hoe de zorg dan gaat veranderen. Je gaf ook iets aan over de hele innovatie die nodig is in de zorg. Een beetje aansluitend op die vragen die hier nu al gesteld zijn. Geeft dat ook een verandering van de rol van de banken? Ook naar aanleiding van wat Wynette nu eigenlijk al zegt. Je gaat ze ook zelf steeds meer toetsen. Ja. Ik wil het niet vergelijken met een COTG natuurlijk. Maar wat wordt de rol van de bank in dat geheel? Nou ja, wat ik net al zei, de rol van die banken was buitengewoon beperkt. Omdat we eigenlijk er was eigenlijk geen reden om ons kritisch op te stellen. Er was geld in overvloed, liquiditeit in overvloed. En het systeem dekte de risico's af. Hè. Dus dat was eigenlijk tot 2005 de situatie. Wij zijn eigenlijk al voor die tijd begonnen met selectie aan de poort. Hè. Dus al vanaf 2005 hebben wij bepaalde plannen die ons werden voorgelegd gewoon geweigerd te financieren. Dat werd in het begin als buitengewoon onmaatschappelijk. Hè. Dus dat de bank nu gaat zeggen dat wij een bepaald plan niet zouden kunnen financieren. Ik moet zeggen, de casus, ik zal ze niet bij naam noemen, daar ben ik achteraf blij om dat we dat gedaan hebben. Want dat zijn toch enkele ziekenhuizen die fors in de financiële problemen zijn terechtgekomen. Omdat ze uiteindelijk gewoon niet de terugbetaalcapaciteit op dit moment blijken te hebben die ze toen hadden verwacht. En wat wij ook zien is dat daar waar we vroeger vooral
de eenvoudige bancaire oplossingen van betalingsverkeer en een korte of een lange lening, dat je ziet dat er steeds meer ook binnen onze bank vragen komen die te maken hebben met maatwerkoplossingen. Ja, dus risicodragend kapitaal, groeikapitaal, oplossingen op het gebied van leasen. Dus dat de apparaten niet allemaal meer in eigendom worden genomen, maar dat er samenwerkingsverbanden ontstaan met Siemens of met Philips. En dat wij eigenlijk bij die bedrijven dan weer de financiering op die apparaten leveren. Maar dat zie je dan weer als ziekenhuis niet. Dus zeker, er wordt ontzettend veel, zeg maar, vindt er plaats in productgroepen binnen ons bedrijf die tot voor kort nooit naar de gezondheidszorg konden en wilden kijken. En beleggingen natuurlijk, hè. Dus ook ons pensioenfonds kijkt wel degelijk of het lange geld voor bijvoorbeeld zorggebouwen, dat is dan meer gericht op de care sector, of we daar bijvoorbeeld ook als pensioenfonds posities op kunnen innemen. En tot voor kort waren de banken gewoon bereid om dat allemaal op de balans te financieren. Dus allemaal heel snel aan het veranderen. Ja. Jean-Pierre Vermeers, directeur van Mijn Zorgnet. Het ging er net even over dat ZBC'tje op de hoek, die jullie niet op de balans willen hebben staan. Wat ik me afvraag is, welke toevoegde waarde moet dat die ZBC om de hoek wel bieden aan de markt, waardoor het voor jullie wel interessant wordt om op de balans te hebben staan? Nou ja, je ziet dat er wel degelijk ook voorbeelden zijn in die ZBC-markt van bedrijven die kennelijk in staat zijn om zeg maar hele goede zorg op een patiëntvriendelijke manier te bieden en ook nog daar een aantrekkelijke prijs aan te koppelen. Je ziet dat een van de eerste dingen als zo'n instelling bij ons komt, zo'n ZBC, is onze vraag, heb je een contract met je verzekeraar? He, dus, en verzekeraars zullen dus, naar ik aanneem, in toenemende mate geïnteresseerd zijn om ZBC's die daadwerkelijk waarde toevoegen in termen van kostenreductie of betere uitkomsten, he, kwaliteit, of het liefst allebei natuurlijk, zullen ze geneigd zijn om meer ruimte te geven. Dat doen ze nu ook al, om te kunnen groeien. En dat gaat natuurlijk dan, dat moeten ze dan ook gaan doen, ten koste van andere aanbieders die diezelfde kwaliteit niet tegen diezelfde kosten ook kunnen aanbieden. Om maar even een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld Bergman Clinics is op dit moment waanzinnig aan het groeien. Je zou zeggen, maar dat kan toch helemaal niet? Want er is toch een volumenorm, maar die volumenorm is een landelijke norm. En daarbinnen kan natuurlijk gemuteerd worden. Wat ik natuurlijk erg interessant vind, is om te zien hoe dat nu straks uit gaat pakken aan het eind van dit jaar. Of de ZBC's die flink gegroeid zijn, ook daadwerkelijk, zeg maar, of er daadwerkelijk gecompenseerd is voor minder ruimte voor groei bij de ziekenhuizen. Dat wordt waarschijnlijk nog heel moeilijk te beoordelen, maar ik verwacht dat die tendens snel gaat toenemen. En dan zijn dat bedrijven, en dan kijken we dus ook heel sterk naar hoe zo'n verzekeraar erin gaat zitten en wil die daar een meerjaren overeenkomst mee aangaan. Dat geeft ons wel erg veel comfort om dit soort bedrijven te steunen. En die komen dan niet alleen maar voor een lening bij ons, maar die willen ook groeien. Dus dan komt er ook groeikapitaal. Dus op die manier zie je dat ook onze rol daarin echt verandert. Ja. Rick van Dommelen, Oogheelkunde. Vorige week waren er verkiezingen. En een van de issues tijdens de verkiezingen waren bijvoorbeeld de partijen die zeiden, marktwerking in de zorg, dat moet verdwijnen. Ja. Hoe kijken jullie daar als Rabobank tegenaan? En als het nou nog gebeurt, hoe zijn jullie daar dan voorbereid? Dus je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Ik ben zelf eigenlijk van mening dat er al lang marktwerking is. Hè? Maar je kunt net zo goed verdedigen dat het er helemaal niet is. Hè? Dus je kunt er alle kanten mee op. Vandaar dat ik net ook heb benadrukt dat ik niet denk dat wij teruggaan naar het systeem waar we vandaan komen. En dat is dat we alles centraal gaan budgetteren. Want dat past helemaal niet bij de maatschappelijke tendensen. Dus ik verwacht dat ook de nieuwe regeringscoalitie waarschijnlijk ook andere woorden zal gaan gebruiken dan marktwerking. Om uiteindelijk toch door te gaan op de weg van verzakelijking. Hè, laat ik het dan maar zo zeggen. Ook omdat er, denk ik, geen betere alternatieven zijn. Dus mijn verwachting is eigenlijk dat met alle mits en maren, en ik vind ook dat er verkeerde prikkels in het systeem zitten die onnodig leiden tot productiemaximalisatie, dat de lijn die nu is ingezet door die verzekeraars eigenlijk toch selectief in te laten kopen, dat die zal worden voortgezet. Ja, als je dat marktwerking wil noemen, vind ik het prima. Als je vindt dat dat geen marktwerking is, vind ik het ook prima. Maar het zou naïef zijn om te denken dat we teruggaan naar de tijd van de budgettering. Omdat het uiteindelijk ook bewezen heeft dat het heel veel waarde vernietigt. Ik moet helaas zeggen als bankier dat ik te veel voorbeelden ken waaruit gewoon aantoonbaar is naar voren gekomen dat er instellingen zijn die ongelooflijk veel waarde hebben vernietigd.
ja, dat noemen we dan geen marktwerking, maar dus het verzakelijken en prikkels inbouwen, daar ben ik erg voor. Maar nogmaals, ik geloof ook niet dat als we zeggen van we gaan de zorg naar de markt brengen, dat dat alles gaat oplossen. Dus dat is, ik denk dat het erg een mengeling van beide systemen gaat worden. Hè. Dus dat de toekomst veel meer zal zijn coalities tussen publieke en private partijen. En eigenlijk is de marktsector, als je het zo mag zeggen, is als het gaat om maatschappelijk ondernemen veel verder dan de publieke sector. Dus je ziet dat bedrijven zoals Axo en natuurlijk heel veel reputatie, er is nog heel veel over te zeggen, maar die zijn ook gewoon vanuit een welgemeend eigenbelang heel ver al met duurzaam ondernemen. En de zorgsector loopt daar wel een beetje in achter. Dus het blijft er, maar er komt een mooie nieuwe term voor, dat is wat je denkt. Ja, ik denk publieke-private partnerships, noem het maar. Hè? Innovatie of ja. Ondernemerschap. Maar de marktwerking is een beladen term geworden, ja. Goed, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze Grand Round. Michel, zeer bedankt voor een zeer inspirerende voordracht. En als dank even iets...